Overal ter wereld wordt keihard gezocht naar een vaccin of medicijnen tegen het coronavirus. Wetenschappelijk onderzoek is daarvoor essentieel. Onder de naam Wake Up to Corona heeft een groep wetenschappers van de Universiteit Leiden een crowdfundingsactie opgezet. Beste mensen, ja, hieraan wil ik graag mijn medewerking verlenen. Een crowdfundingsactie voor professor Erik Snijder en zijn team. Wereldvermaarde onderzoekers van het coronavirus. Ja, hij wordt op dit moment van alle kanten gevraagd om mee te werken en mee te helpen aan de ontwikkeling van een vaccin en het testen van geneesmiddelen. En het Leids Universiteitsfonds en de Bondsjesstichting willen hem daar heel graag bij helpen. Wij hopen alle twee dat u gul wilt geven. Het is ontzettend belangrijk, maar dat hoef ik u niet uit te leggen. Dank u wel. Ja, meneer Elia, we kijken hier dus naar iemand van een universiteit die dus een crowdfundingsactie moet opzetten om wetenschappelijk onderzoek te doen voor een wereldprobleem. Dat klinkt best wel vreemd. Dat is absoluut vreemd, want we hebben zelfs in Nederland een coronagezant aangesteld, ons kabinet, juist voor dit soort vraagstukken, om hele bureaucratie te kunnen omzeilen en geld beschikbaar stellen. Ik had gisteren gelezen dat EU 34 miljard euro wil beschikbaar stellen of beschikbaar heeft gesteld. Dus kijk, het is heel raar dat iemand zoals professor Snijder van LUMC van Leiden, dat gespecialiseerd is in virussen als microbioloog, dat hij niet in staat is om heel snel een laboratorium op te zetten om te testen. Want uiteindelijk dit onderzoek, sommige politici en beleidsmakers denken, wij kunnen concentreren onderzoek naar één of twee plekken in Nederland. Dat is een heel domme gedachte, omdat je uiteindelijk moet experimenteren met medicijnen en testen. Hoe meer en wereldwijd in verschillende plekken wordt gedaan, de kans is groter dat het uiteindelijk ergens iets wordt gevonden dat het nuttig is. Zeker, maar waar lopen uw collega's dan nu tegenaan? Ze hebben gewoon niet genoeg geld om een laboratorium, een deugdelijk laboratorium te openen. Ik bedoel, wat hij vraagt is heel weinig wat de LUMC vraagt. 2 miljoen euro. Ik bedoel, als ik kijk straks wat voor wetten naar de Eerste Kamer gaan of wat voor begroting allerlei ministeries hebben. 2 miljoen is echt niks. Okay. Maar wij hebben echt daadkracht nodig. Namelijk dat vanuit het kabinet, bijvoorbeeld minister van Onderwijs of iemand anders, gewoon naar die LUMC gaat, met die mensen gaat praten. Geen bureaucratie, waarvoor het nodig is, en geld geven. Kijk, op dezelfde manier, bijvoorbeeld het kabinet handelt ten aanzien van uitkeringen ook. Nou, je krijgt nu uitkeringen, al die controle gaan we niet doen. Maar we geven je om te voorkomen dat je in een nood komt te verkeren. Mm. Nou, op dezelfde manier kun je met de universiteiten omgaan. Kijk, uiteindelijk, die professor Snijder gaat die 2 miljoen euro niet naar zijn bankrekening overbrengen of iets dergelijks. Dit zijn allemaal gelden die goed worden gecontroleerd door universiteiten. Worden gebruikt voor materiaal of voor jonge onderzoekers om mee te werken. Ja. Meneer Bruin, we hadden het net over die spoedwetten die er met spoed dus doorheen gaan. Staat zoiets ook op het programma om extra geld naar wetenschappelijk onderzoek te doen? Nou, er gaan in ieder geval tientallen miljarden in noodpakketten voor hulp. En dat gaat dan dus vooral over het ondersteunen van ondernemers. Arbeidstijdverkorting, dat is al 10 miljard. Het uitstellen van belasting, consulaire bijstand van mensen in het buitenland. Ja. Er gaat ook al heel veel geld naar wetenschappelijk onderzoek, gelukkig. En ook medisch wetenschappelijk onderzoek. Ik denk dat zo'n actie van het LUMC voor crowdfunding hartstikke goed is. Maar eigenlijk is het toch raar dat ze de burgers moeten vragen om geld, terwijl de overheid daar geld in zou kunnen steken, toch? Er gaat ook heel veel geld van de overheid en van allerlei stichtingen, Nierstichting, Hartstichting enzovoort, gelukkig naar wetenschappelijk onderzoek. Maar ik zou iedereen willen oproepen om, als je nou iets wil doen op dit moment, om dan aan zo'n crowdfundingactie mee te doen. Net zoals ik hier een oproep om naar zo'n lokale ondernemer te gaan en ook weer de taxi te nemen dankzij die scherm. Ja. Meneer Elian, u schrijft in uw column, alleen de wetenschap kan patiënt Nederland redden. Is het echt, we zitten echt te wachten op dat vaccin? Zeker, op 2 dingen, vaccin en een virusremmer of een medicijn dat de pijn bij mensen die ernstig ziek worden vermindert. Kijk, dit is niet een strijd die je met leger, met politie, met inlichtingendiensten kan winnen. Dit is een strijd dat je alleen maar onder leiding van wetenschapper kan winnen. Eigenlijk Nederland staat onder leiding van wetenschapper. Eigenlijk al die kabinetleden worden geadviseerd door wetenschapper. Maatregelen die vandaag kabinet neemt, zijn op basis van adviezen van wetenschappers. Dus ik denk dat als je dat vindt, dan moet je echt een steun geven. Ik bedoel,
Vandaag moet minister bellen naar LUMC gaan. Wat doet minister van Onderwijs? Moet u gewoon even fiets pakken, zoals u ook doet elke dag, naar Leiden gaan, naar LUMC en vragen wat het probleem is. Want dit is niet meer een kwestie van eer, wetenschapper willen grote dingen ontdekken. Nee. Dit is voor de mensheid.